Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij hier op de Effenaar op het podium stond. Met zijn performances in de occulte black metal scene. Selim Lemucci. Een echte Brabantse held. Maar oud zou hij niet echt worden. Dit is de kroniek van een aangekondigde dood. Over een man die wereldberoemd was in een hele kleine scene. Selim Lemucci wordt in 1980 geboren in Eindhoven. Hij ontwikkelt zich tot een gedreven gitarist en componist. En heeft al snel wereldwijd een grote schare aan fans en bewonderaars. Met zijn band The Devil's Blood toert hij zowat over de hele wereld. Eric Danielson, zanger van de Zweedse black metal band Wartain en persoonlijk vriend van Selim. Selim heeft nog in zijn band gespeeld als gitarist. One thing that I also valued a lot with having Selim in my presence was that he was, as much as we had a lot of things in common, we were also very unlike each other, and he had a way of challenging me that very few people have, you know. Die avond, bij het optreden van Wartain, zie ik het alter ego van deze zachtaardige man. Op het podium letterlijk en figuurlijk een beest. Ruwe bolster, blanke pit. Tekenend voor de rest van dit verhaal. In mijn zoektocht naar zijn roots en de beweegredenen van Selim Lemucci duik ik in een voor mij onbekende wereld. De wereld van occulte metal, een wereld van bloed en offerandes, een wereld van satanisme. Ik heb afgesproken met Bidi van Drongelen, voorheen manager van The Devil's Blood. Hoe was het eigenlijk om met Selim te werken? Ik denk dat er weinig mensen in mijn leven zijn geweest die zo moeilijk te managen zijn. Maar wel heel leuk. Wel heel leuk, omdat hij natuurlijk een zeer eigenzinnig persoon was. Met toch een hele uitgesproken, creatieve, compromisloze visie op kunst. Hij zag muziek wel als kunst. Hij heeft de kans gehad, gekregen om bij een heel groot label te tekenen. Bij Roadrunner Warner op een gelijkschalig contract als Nickelback en Slipknot. Dat is niet niks als ze een Nederlands beentje aanbieden, maar daar heeft hij dus gewoon geweigerd. En mede vanuit het feit dat hij dus van zichzelf ook wist, ik ben niet manageable zoals dit soort bands, dat ik op deadline dit afmaak en dit doe en met die sponsor op de foto ga enzovoort. The Devil's Blood, een familieaangelegenheid. Samen met zijn zus Farida Lemucci vormt Selim de ruggengraat van deze internationaal geroemde band. The Devil's Blood, hoe raakte jij er betrokken bij? Selim die belde mij op een gegeven moment op. Dat was in een weekend dat ik mijn kind niet had, zeg maar, want die was dan bij zijn pa. En kun je even wat komen zingen, want ik heb wat. En toen ging ik daarheen en toen had hij dus die nummers opgenomen die later op MySpace stonden. En dat was het. Het begin dan ervan. Hij wist al van tevoren van ik ga een band beginnen en dan ga ik zo doen en zo doen en zo doen. En op een gegeven moment had hij zoiets, dan moet Farida dus gaan zingen.
En dan, ja. Dus toen ik bij hem kwam, had hij dat al lang in zijn hoofd. Maar dat ging hij niet zeggen. Dat moest dan wel ook nog zo lopen of zo. Muziek is er altijd in Huizen Lemoetsi. De jonge Selim wil graag harp gaan spelen, maar al snel ruilt hij dit instrument in voor een gitaar. En al vroeg staat hij op het podium met allerlei schoolbandjes. Selim raakt helemaal geobsedeerd door de muziek en is er continu mee bezig. Zelfs als hij zijn moeder helpt met de afwas. In de keuken stond een zo'n radioapparaatje met bandjes. Hoe heette die dingen ook weer? Cassettes. En die verzamelde hij natuurlijk. Hij had heel veel metal. En dat heeft hij mij allemaal bijgebracht. Want hij wilde wel afdrogen, maar dan moest wel de radio aan. En dan zijn muziek. Ik zei, tuurlijk, dat mag. Dus ik heb alles gehoord. Ik heb alle, ja. En luister eens naar die melodielijn. En luister eens naar die. En ja. Voor Selim begint het echte muzikantenbestaan in 2004 met de Brabantse band Power Vice. Maar uiteindelijk ontstaan er problemen. En Selim verlaat de band en raakt in een diepe depressie. Selim wordt in een inrichting opgenomen. Zijn depressie lijkt genetisch bepaald, want ook zijn vader is een paar jaar eerder opgenomen geweest. Een jaar later gaat het weer goed met hem en wordt hij ontslagen. Naar eigen zeggen omdat hij een afspraak met de duivel heeft gemaakt. Selim is vanaf dat moment overtuigd satanist. Hij heeft wel eens gezegd van dat het jammer is dat ik hem niet religieus heb opgevoed. Terwijl ik ze toch bijvoorbeeld de kinderbijbel liet lezen en zo. Dus niet helemaal ontkennen dat er zoiets is. Maar ik heb er zelf gewoon niks mee. En ik weet niet of daardoor is dat hij verder is gaan zoeken. Maar hij heeft altijd wel interesse daarin gehad. Al heel jong eigenlijk wel. Vanaf een jaar of 15, 16 was hij daar al wel mee bezig. In een interview zegt Selim het volgende. Het is niet zozeer het aanbidden van een rode man met hoorntjes, maar het toegeven aan de universele kracht van de chaos. Ik ben een roofdier dat rücksichtsloos neemt wat hij nodig heeft en streeft de totale vrijheid na. Morele implicaties zijn aan mij niet besteed en naar de hel met iedereen die dat anders ziet. Metal. Hoe groot kan dat nou zijn? Nou ja, ik kom erachter dat deze muziekstroming gigantisch is. In Amerika zou de Devil's Blood echt furoren maken tijdens de Decibel Tour. Hier in Warrenton, Virginia, ga ik op bezoek bij de eigenaar van Decibel Magazine en initiatiefnemer van deze tour, Albert Mudrian. De man die de Devil's Blood op een festival in Europa ziet en dan onmiddellijk besluit om deze band naar Amerika te halen. The first time I actually saw them ever was in France at a metal festival called Hellfest. And they went on stage at like 1 in the morning. And it was like, you know, and you're at a heavy metal festival, so come 1 in the morning, you are pretty beaten down. You've been pummeled by about a dozen hours of heavy metal. You've been pummeled probably by at least a dozen beers. Everything has put you in a position to where you're just like weakened and you're just like, I want to go to sleep. But they came on and it was just this explosion of energy that like, it was like it was almost the first band of the day. And that was the first time I saw them and I was just like, I was completely blown away. Amerika en de wereld liggen aan de voeten van Selim Lemoetsi en de Devil's Blood. Vet platencontract, een volle concertzalen die lonken, de droom van elke muzikant. Maar de druk van het tourschema en de steeds hogere verwachtingen van zowel publiek als platenmaatschappij eisen privé hun tol. Selim verliest, voor zijn gevoel tenminste,
als kunstenaar steeds meer zijn vrijheid. Hij wordt steeds vaker depressief. Hij verliest de controle over zijn leven en wil uiteindelijk nog maar één ding: uit het leven stappen. And then you heard about the sad news. It almost seemed like he had completed his journey, like where he thought he was supposed to go, what he thought he was supposed to do. And he had reached an endpoint, which, you know, I mean, he was in his early 30s. So for most people, you don't even consider that as the endpoint. Only if like something stops you, you don't put the brakes on and stop yourself. Ja, nou ja, ik wist natuurlijk altijd dat er kwam een dag dat hij dat zou doen. Het enige wat ik altijd tegen hem gezegd heb is van, je moet niet ons zomaar in één keer dat aandoen. Je moet het fatsoen hebben, zeg maar, om daar wel een beetje gewoon, ja, ik wil jou niet ergens aan de kant van de weg vinden of weet je wel. Maar dat heeft hij ook heel integer en goed gedaan gewoon. En daar hadden we het ook samen gewoon over. Dus ik ben nooit, vooral met dat soort dingen, je kan je kwaad om worden en dan kan je ruzie om maken, zo net als over dat satanisme en zo, maar ik vond daar nooit een optie. Ik denk dan drijf je hem juist van je af. En ik vond het altijd prettig dat hij dan met mij gewoon heel vrij over kon praten. En daar heb ik helemaal geen spijt van, nog steeds niet. Ja. Selim heeft alles gegeven en gezegd wat hij wilde zeggen. Hij neemt afscheid van zijn zus en van zijn moeder, kleedt zich netjes aan en gaat op bed liggen. In de nacht van 4 op 5 maart 2014 stapt Selim Lemouchi uit het leven. Hij is dan waar hij eigenlijk wil zijn. Eindelijk verlost van zijn afschuwelijke ziekte. Ik weet gewoon dat hij niet anders kon. Dat hij er aan toe was en dat het gewoon moest gebeuren. En dat heb ik geaccepteerd. Maar berusten vind ik, dat is net iets te mooi. Ja. We hebben het geaccepteerd en Ja, meer kan ik er eigenlijk niet zo van zeggen. Ja, als je echt van iemand houdt, dan wil je eigenlijk dat diegene doet wat hij heel graag wil. Nou, dat was in zijn geval dus dat. Dus ja, daar heb ik vrede mee, ja. Selim Lemouchi, geboren in 1980 te Eindhoven en al daar gestorven in 2014. Componist, gitarist, maar vooral kunstenaar. Jammer dat ik je nu pas heb leren kennen. Voor mij ben je een echte Brabantse held.